Hikkerstil. Hey. Wij zijn... Nou ja, ik weet niet of jij op zoek bent, maar ik ben op zoek naar 3 mensen. Heb jij ze gezien? Van Gravenger. We gaan zoeken naar het intro, oké? Okay? Ja. Na het intro. Okay, people, let's go to work. Ik heb wel 1 tip. En dat is dat 1 van die 3 gasten... enorm stinkt naar poep. Ja, ze zijn in de buurt. Ik weet niet of jij ze ziet, maar ik... Ik ruik ze wel. Het is hier ergens in de buurt, jongens. Hè, wat een vreemde muur. Wat hier rechts, zo. Ja. Hier ergens in de buurt. Maar wat doet die muur hier eigenlijk? Welke muur? Ja, wat doet die muur? Ik haal hem weg, ja? Ja. Oké, zo... Hè? Stomme stukje muur. Oh, er blijft nog een muurstuk staan. Hou jij ze weg? Dan ga ik even verder. Ja. Lukt dat of niet? Nee. Oh, je hebt geen rechten. Wacht, ik doe het wel even. Ja. Oh! Ja, wacht eens even. Is dat Joey? Joey buigt altijd. Dat is niet Joey, hij buigt altijd voor me. Nee. Is dat Joey? Nee, dat is niet Joey hoor. Het is een Joey steen. Het is een Nee jongens, wat zijn jullie voor, waarom zijn jullie zo steen? Wij komen van Mars. Jullie komen van Mars? Wat is dat nou? Koen, vertel eens. Dat is een planeet van stenen. Ik ben Koen niet. En Joey strooit allemaal op poep. Ik ben een Marsman. Dat rook ik dus. Nee jongens. Conventure kwam ineens naar me toe en die zegt Vin. Ik zeg ja. Ze zeggen Vin... Wij willen een hele vette dingen. We willen iets bouwen in jullie in Disneycraft. En nou, dat sla je niet over als iemand dat aanbiedt natuurlijk. En we zijn begonnen. Ah. Ja, nou leg uit, Koen. Nou ja, Davy is al begonnen. En de bedoeling is, we zitten hier in studio's. En we dachten van, wat is nou echt Disney? Maar we willen toch een beetje apart zijn. We zijn Gravenger en ja... We kunnen niet normaal doen. Dus toen dachten we, misschien is het wel leuk om een Marvel gebied te maken. Een Marvel gebied, want Marvel is natuurlijk van Disney, hè? Ja. En stiekem, als Roby dit ziet, wordt ze gek. Ik weet niet, ze is niet in een server. Maar Roby is helemaal gek van de King Daka, de Koen Daka. Hè? Koekaka. Koekaka. En zij vindt het gewoon een hele vette achtbaan. En dit is gewoon een hele vette. Maar dit worden 2 aparte karren als ik zo al zie. Want de baan wordt niet aan elkaar gesloten. En dit wordt dus een Marvel gebied. Ik zie het woordje Hulk staan. En ik heb het rode gebied even gewoon geselecteerd. Jullie mogen er best wel buiten bouwen. Maar dat is gewoon even een grove opstelling. En dat komt dus bij een themagebied. Vlakbij de Spaan is dit. Dus dat is wel heel vet. Ik weet niet waar ik ben. Nee, nou ja, dat komt wel goed, jongens. De mensen die Disney af goed kennen, die weten dat dat we dit gebied hier zo, dat dit Main Street wordt. En dat we, dat dit vlakbij de Span komt. Ik zal het wel even uitlopen. Lop. Zo. En dan ga je hier zo naartoe. En dit is speciaal aangekondigd voor deze nieuwe Disneycraft aflevering nummer 80 alweer. We hebben 80 afleveringen en... Gravenger kwam dus eigenlijk als een soort verrassing, vind ik, voor aflevering 80. Dat Disneycraft een leuke nieuw gebied krijgt. En ik zie altijd het echt ontzettend... Jullie bouwen echt snel. Of liggen het aan mij? Davy bouwt sneller, wij kijken. Jullie kijken. Ja. En heb je ook zitplaatsen? Kunnen we dat van maken? Dat is een goed idee. Doen we ook een Gravenger, dat we Davy bouwen en dan... Wij gaan ronddurpen. Ik vind dat wel springen. Ja, want Gravenger heeft een hele aparte bouwstijl. En hoe kan je jullie bouwstijl een beetje omschrijven, jongens? Epic. Random. Ja, maar jullie hebben toch... Jullie huisjes. Jullie houden ook heel erg van details, vind ik. Ja, dat wel. Maar wat is dat dan precies? Ja, wat is dat? De Minecraft spirit. Magie. Ja, want jullie zijn ook heel erg... Jullie park is ook wel een klein beetje gebaseerd op Disney, toch? Ja, stukjes van alles door elkaar is het. Dan pakken we weer een attractie van Disney en dan weer van een ander park waar we zin in hebben. Jullie combineren ook attracties? Ja.
Oké, want wij hebben dat natuurlijk gedaan met bijvoorbeeld de Wraak van Jafar. Dat is natuurlijk twee Efteling-attracties in één. De Fata Morgana en Weet ik niet. Ja, ja. Nee, dat was één attractie. Nee, ik had het over de Clownaval. De Clownaval heeft namelijk een soort ingang afgestampt van de Fata Morgana. Een klein beetje idee met die poorten. Carnival Festival is natuurlijk het hoofdattractie-idee. Maar dit is wel vet, jongens, ja. Dat jullie zoiets gaas maken, zo'n tunnel. En hoort dit bij de Hulk toevallig? Ik denk het wel. Ja? Want ik weet dat Davy is heel erg fan van de Hulk. Davy is de Hulk als hij boos wordt. Davy is de Hulk? Oh jee. Ja. Dan begint hij helemaal wakker en dan gaat hij overal mensen bannen. Dan wordt hij helemaal para. Dan wordt hij helemaal para. Oké, en wat zijn de ideeën in dit nieuwe gebied van de Marvel gebied? Nou ja, ik denk dat deze achtbaan in ieder geval. Ja? We willen ook nog een dark ride maken. Een grote dark ride. Een drop tower. Een drop tower? Die kunnen we hier aan vastmaken. Net als bij die dingen. Ja, kijk. Ja, gewoon net als in de... Ja. Nou, bedenk maar iets. Ik vind sowieso, ik wacht heel erg op de dark ride. Want Koen, jij had al gezegd, je wilt een dark ride maken met ontzettend spannende nieuwe effecten. Een nieuwe ervaring in Disneycraft. Want we hebben nog eigenlijk niet echt een dark ride met hele bijzondere... een hele bijzondere dark ride hebben we nog niet echt. We hebben natuurlijk wel Clownaval. Hè, met de ruim 150 signborden beneden. En we hebben bijvoorbeeld... we hebben natuurlijk de Mineshaft. Waarin een show te bouwen... Maar die is door Joey gebouwd. De show. Dat is natuurlijk ook iets unieks. Maar alles gecombineerd misschien wel in één. Dat hebben we nog helemaal niet. Dus wie weet. Ik ben heel benieuwd. We gaan sowieso op dit kanaal de bouw volgen van Disneycraft. En ik denk dat we op Gameknullen ook wel wat gaan zien... Of ja, ik denk wel. Misschien komt er op Gamekunnelen ook wel een linkje van het park met de bouw. Maar het wordt heel gigantisch vet en groot. En het wordt aangesloten aan de Main Street. Ja, die zit hier, hè? Ja, de Main Street is hier zo. En ik had hier ook al wat gebouwd. Ik had hier een kleine toren gebouwd met van die zweefkarretjes erop. Toy Story. Een beetje Toy Story gemaakt, inderdaad. Een beetje gebaseerd. Hij doet het niet. Wat? Hij doet het niet. Hij gaat niet naar beneden. Help. Sorry. Ik zit vast. Het spaart me. Het spaart me dat hij niet naar beneden gaat. Maar dit is gewoon een attractie die dat niet bevat, zeg maar. Ik sterf van uithongering hierboven. Is dat zo? Oh, je zit vast, ja. Maak er een eind aan. Maar, dit is een beetje een verrassingsvideo ook een beetje. En kasteel ben je er nog. Je zit in de attractie. Ja. Heb je een beetje een mooie view hier? Ja, lekker uitzicht. We kunnen zo wel goed zien hoe het eruit ziet, hè, daar, hè? Ja. En waarom koos jij voor die Yoshi skin? Nou, ik vind Yoshi gewoon heel leuk. En ja, geel is mijn lievelingskleur, dus ik heb er van alles aan veranderd. Kijk nou, Facebook skin. Alleen ben ik net Roy met ook nog dingen tussen mijn ogen zo te zien. Oh, je hebt ook een fotostukje in je skin. Ja, daar kom ik net op. Wanneer kwam je erachter, ja? Nou, een paar minuten geleden. Oh, wauw. Ja, je hebt ook een verkeerde tussen je ogen. Maar het valt haast niet op in de verte. Als je dichterbij komt, dan zie je wat dat gele blokje, dat moet wit zijn, hè? Ja. Nou ja, maakt op zich niet uit, toch? Nee. En ik ga nog even kijken wat jullie bouwen. Echt te snel voordat ik alweer ergens ben... Zijn jullie alweer verder ergens aan bouwen? Zo. Ja. En dit is echt die Craventje-stijl al gelijk. Ik merk het al gelijk, joh. Wat echt vet. Want dit is echt gaaf om even gewoon te zien. Ik bouw ook mee. Zo. Oh jee. Ja, nou is het verpest. Ja, nee. Ja, stop maar. Jammer dit. Jammer. Dat is nou weer jammer, ja. Het werkt voor niks. Oh. Wacht even. Ik zet wat neer. Ik weet niet of het mag. Zo. Huh? Ja, heb ik toch meegeholpen aan de attractie? Toch nog. De stiekem echt. Maar hoe weten jullie nou hoe je verder moet bouwen? Want jullie spreken niet af, er komt daar een blokje of daar. Wat is jullie tactiek? Randomness. Randomness bouwen? Kijken. Ja. Kijken en kijken wat de rest doet. Wij voelen elkaar aan. Oh jee. Hele intieme banden. Oh, en hier komt een station. Is dit een station al? Nee, ik vind het wel echt. Mag ik de rails plaatsen of mag dat nog niet? Als jij daar rails wil plaatsen. Ja, je daar goed bij voelt. Als dat mag, als Jamie accepteert, dan zal ik hier van zijn rails plaatsen. Want ik weet niet of het nog gepowerd moet worden.
Tof. Davy, geef mij eens zo'n blok. Zo'n dubbel slab aan alle kanten. Dat is 43.9 of 8. Een van die twee. Oké, thanks. 8, denk ik. En Kerstil, wat vind jij van deze trucks? Want zoiets hebben we nog niet gehad in het park, hè? Zo'n afschietbaan. Dat hebben we nog niet gehad, zo'n achtbaan. Dus dat is ook wel weer uniek. Gaat hij omhoog, zo? Kerstil, hier is er stil van. Ja, ik denk van, jeetje. Ik ben er stil van. Zo. En hier zo. En dan gaat hij hoger. Dan gaat hij zo. En dan gaat hij zo. Ik weet niet hoe hoog die moet, jongens. Hij moet natuurlijk met de rails omhoog. Dus dan gaat hij zo en dan zo. Kijk, hoe gaat hij dit doen? Denktrapjes. Ja, letters, hè. Ik weet niet hoe hoog die moet. Hij gaat echt heel hoog, hè. Moet je kijken, wat een uitzicht. Over het hele Marvel-gebied. Zo. Kijk eens hoe vet. Nou, dat is natuurlijk, moeten we wel even testen, dus ik ga er even in zitten. Dan gaan we kijken hoe hoog we kunnen komen. Oké, dan gaan we, jongens. Dan gaan we. Jongens, ik ga naar boven toe. Daar gaan we. Weg, jongens. Oh my god. Oh my god. Woe! Oh my god. Wow. Heel langzaam naar beneden voor mij. Ja, jongens. Het komt je al terug. Het kan niet, je gaat niet meer verder. Het komt niet meer terug. Moet ik hem duwen. Ja, dan gaat het kasteel. Hoe voelt dat nou, kasteel? Een beetje traag. Kijk hoe het gaat. Oh, je gaat sneller, of niet, als ik je een duw geef? Ja. Oké. Ja, het komt door je zware gewicht. Kijk, ja, daar gaat hij. Oh. Kijk, daar komt hij, hoor. Haan. Boink. Ga maar door. Wacht even, dit kan, moet even veel flink poweren. Ja? Dat is tuurlijk. Wacht, dit dan zo. Oh, ik moet wel een rails hebben, jongens. Ik heb een ladder in mijn hand. Die kan niet echt plaatsen. Hij gaat nou elkaar te drukken, hoor. Ja, je zit niet meer echt op rails, nu wel. Zo. Daar gaan ze. Waar gaan ze? Naar razen. Nah, nog niet echt. Nee, gaat nog niet hard, hè? Hij gaat nog niet echt lekker. Hij gaat nog niet lekker, nee. Nee. Er zitten wel twee karretjes aan elkaar al. Toet toet, Kiki. Dat is wel helemaal tot boven. Ja, dat wel. Ja, dat komt door die traincars of zo. En ze komen weer naar beneden. Nou, kijk wat kasteel doet. Oh jee. Boink, doei Kiki. Oh, yes. Zo, het doet hem helemaal. En het is gaat er doorheen zelf. Ze zitten vast. Echt? Oh. Oei. Oei. Oh, lekker geteld, Tim. Ja. Ik heb niet geteld. Kiki natuurlijk er gelijk weer bij. Kijk, ze zitten fucking droog. De hel. Kras hoor. Fucking droog. Komt de snelste achtbaan van het hele park, jongens. Ga nog sneller dan de kabouterrit. Ja, sowieso. Hij gaat zo snel, hè. Echt, hè? Daar gaan we. Oh, wauw, Skittle. Wee! Volgens mij reizen de baan, hè? Ik denk het wel, ja. Even kijken hoor. Ja. Oh jee, oh jee. Ja. Epic. Kijk dan. Wee. Het is gewoon een car crash dit, kijk hoe vet. Oh, eindelijk. Hallo.
bezoekertje hier. Ik ben eindelijk gesleept, dankjewel Joey. Jo. Ja, ik ben het. Stapelen. Hallo Gio. Hallo. Gio is er ook bij. Hallo. Maar dit ziet wel episch uit al, hè? Kijk, die attractie gaat onderdoor, joh. Wat gaaf. Oh, wat vet. Dit vind ik heel vet zo. Dat je zo die ingang hebt. Echt uniek. Jongens, Koen, jij mag de video afsluiten. Doei. Nou, lekker veel enthousiasme. De groeten van de Max, mama. Uit het derde dal universum. Wil Tim een video? Uit de zilveren Lamborghini. Sluit jij de video af, Tim? Nou mensen, allemaal heel erg bedankt voor het kijken natuurlijk. Geef even een blauw duimpje voor deze geweldige achtbaan. En tot de volgende keer hopelijk, hè? Ja, tuurlijk. Ja, we gaan het helemaal volgen op het kanaal. Bedankt. En abonneer! En abonneer natuurlijk, hartstikke leuk. Ook doen. En ja, Gio was er ook heel lang bij. Ja. Gio, ik kan hem nog even opnemen. Vond het een hele leuke video, leuk om meegedaan te hebben. Ja, Gio. Kijk, als jij hier staat zo, kijk tegen die muur aan. Ja. Kijk, dan zie ik jou niet meer. Oh. Nee, inderdaad. Zo, maar weet je wat ik dan zie? Nou? Een rode wol. Ik zou eens een rode wol geven. Nee, in je broek. Doei.